Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Ja, de competitie zit erop. NEC eindigde als zesde en dat betekent dus play-offs. En als het goed is, twee keer thuis hier een wedstrijd richting een Europees ticket. Het kan zomaar gaan gebeuren. Het is de laatste kans voor NEC om toch nog Europa in te gaan komend seizoen. Kortom, is dit de week van de waarheid? Nou ja, het is volgens mij een mooie week waarin je twee finales kan spelen. Ja, zo zie ik het. Heb je play-offs gehaald, heb je een mooie positie op de ranglijst gehaald, dan heb je nog niet echt iets tastbaars. We hebben natuurlijk wel het record voor de punten, het puntenaantal ooit wat NEC ook behaald heeft. Dat is natuurlijk wel iets tastbaars, maar we willen natuurlijk ook die Europa play-offs winnen. Dus ja, daar gaan we natuurlijk vol voor. Ja, weet je, uiteindelijk als je zesde wordt, kun je twee thuiswedstrijden spelen als je de eerste wint. En ik denk als je kijkt naar ons seizoen, hoe het thuisseizoen gegaan is. Hè, van Excelsior thuis verliezen tot PSV thuis winnen en alles wat ertussen zit. Ja, hebben we gewoon, denk ik, een heel mooi seizoen gehad, zeker thuis ook. En dat willen we donderdag en zondag goed afsluiten met supporters. Vorig jaar degradeerde hij nog met Cambuur. Nu speelt hij met NEC voor Europees voetbal. Mees Hoedemakers, ja, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is een groot verschil inderdaad. Dus ik ben blij dat we staan waar we nu staan en nu nog afmaken met z'n allen. Ja, is het al voor jou een moment om terug te kijken op dit seizoen? Of zeg je dat doe ik straks pas lekker als ik op vakantie ben? Ja, dat ga ik nu nog niet doen. Dus ik focus me nu gewoon op de volgende wedstrijden nog die komen. Of tenminste, morgen natuurlijk. En nee, het heeft voor mij nog niet. Natuurlijk denk ik af en toe terug, maar dat heeft nog geen zin. Want we hebben nog iets te halen natuurlijk. Als ik even naar jou ook persoonlijk kijk. Jij haakt ook precies aan zoals NEC speelde. Begin van het seizoen nog zoekende. Ja, daarna wordt het alleen maar beter, beter en beter. Nee, klopt. Ik snap wat je bedoelt. En ik ben gewoon heel blij dat ik... Ja, in het begin was het natuurlijk wat je zegt, wat zoekende. En op een gegeven moment heb ik gewoon mijn rol gepakt die ik voor me zag ook. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee dat zo is uitgekomen. Dat daarin ook gewoon uiteindelijk natuurlijk veel wedstrijden heb kunnen winnen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, vaste waarde voor de groep gewoon. Ja, denk ik wel. Dus dat is voor mij natuurlijk top. En ik ben heel blij dat het gaat zoals het nu gaat. En ik ben gewoon echt op mijn plekje. Dus daar ben ik gewoon blij mee. En ik wil gewoon zo lekker doorgaan. Drie keer heeft NEC inmiddels al gespeeld tegen Go Ahead. Twee keer gelijk en één keer hier gewonnen in de beker, hè, met 2-1. Het is een stugge ploeg. Het is moeilijk altijd. Lastig heeft NEC het er tegen. Hoe gaat dat nu zijn? Nee, klopt. Ik bedoel, we hebben drie keer tegen hun gespeeld, inclusief de beker. En je ziet dat al die wedstrijden gelijkwaardig zijn. Het is gewoon een stugge ploeg die goed georganiseerd is, waar ook veel fysieke kracht in zit. Nou, weet je, dus dat weten we vooraf. En in dit soort wedstrijden denk ik niet dat je walkovers gaat zien in deze twee halffinales. Wij zijn allemaal aan elkaar gewaagd en dat zal morgenavond ook zo zijn. Lastige, stugge ploeg is dat, zeg. Ja, klopt. Maar wat je zegt, sowieso, dat zijn altijd lastige wedstrijden. Maar we spelen thuis, dus dat hebben we natuurlijk afgedwongen door onze positie op de ranglijst. Dus ik denk dat wij in het voordeel zijn als we de 12e man erachter kunnen krijgen. En dat hoop ik, dat gaat ook gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Dus ik denk dat we daarin een goede kans maken om te winnen. Ja, het zal wennen worden voor trainer Rogier Meijer. Normaal gesproken zit hij hier op een van die stoelen. Of eigenlijk staat hij hier te coachen. Hij is geschorst. Hij moet naar de tribune. Dat moet even wennen zijn, denk ik. Ja, dat zal moeten blijken. Maar dat denk ik wel. Want volgens mij zit ik al een jaartje of vijf langs de kant. Of sta ik langs de kant. En morgen niet. Aan de andere kant, weet je, we hebben een staf waar we al lang mee samenwerken. We hebben een spelersgroep die weet wat er gevraagd wordt. Dus ik ga het van bovenaf kijken. En ik heb er alle vertrouwen in. Nee, ja, ik vind hem altijd... Hij is echt aanwezig, zeg maar, op het veld. Je ziet hem ook echt coachen. Ja, dat zal toch wel wennen zijn voor jullie, denk ik. Nou, wat je zegt is wel wat anders natuurlijk. Je bent het inderdaad gewend dat hij er staat, maar hij staat nu niet. Ja, ik moet zeggen, ik focus me gewoon op het spel. En we hebben ook assistent trainers die daar natuurlijk ook het plan snappen wat we willen. Dus ik maak me daar niet heel druk om, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik focus me gewoon op mijn eigen spel en op onze tactiek wat we willen. En hoe we de wedstrijd willen aanvliegen. En vanuit daar ga je gewoon de wedstrijd spelen natuurlijk. Ja, dan ben je altijd erg aanwezig ook in het coachen. Denk je dat je op de tribune kan inhouden dan? Jawel, dat kan ik wel, jawel. Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Het is niet dat ik een Rogier Meijer op en neer zie lopen op de tribune. Nee, zeker niet, zeker niet. Even kijken naar de selectie. Zijn Bart en Filip al fit genoeg? Nee, die zijn er niet bij. En die zullen er zondag ook niet bij zijn. Dus we hebben eigenlijk iedereen binnenboord, behalve die twee. Robert is terug, nou, Bram is terug van zijn schorsing. Dus wat dat betreft is iedereen erbij, behalve Filip en Bart. Even over Robert. Ik zag dat hij nog even naar Spanje is geweest, klopt dat?
Nee, dat is gewoon een foto van zijn hond die in Spanje was en die heeft hij gepost. Dus ja, dat is mooi van social media, dat interpreteer je soms anders dan het is. Maar hij is gewoon hier geweest, want hij moest ook gewoon trainen. Goed, Robert, dat hebben we dan afgevinkt. Dat was gewoon een oude foto. Is niet naar Spanje geweest, zegt trainer Roegje Meijer. En hoe zit het met Tjerron Sherry? Nog steeds onduidelijkheid. Hij zou deze week een beslissing nemen. Gaat hij naar Antwerpen of blijft hij hier? Heeft de trainer hem nog proberen over te halen? Ja, tuurlijk heb ik dat gedaan. Dat heb ik al een aantal keren gedaan. Alleen op een gegeven moment is het ook zo. Hij moet die beslissing nemen. Dus ik ga hem niet elke week of elke dag daarmee beïnvloeden of lastigvallen. Dus ja, niks aan de hand. Afwachten dus wat Tjerron Sherry gaat doen. Ik verwacht eigenlijk dat hij gewoon gaat vertrekken hier wel bij NEC. En dat hij zijn carrière in Antwerpen gaat voortzetten. Maar goed, donderdag, veel belangrijker. Dan wordt hij afgetrapt voor de halve finales play-offs Europees voetbal tegen Go Ahead. Kun je er niet bij zijn? Wij zijn er natuurlijk wel bij met de radio. Kun je alles volgen. En dan zijn we er later deze week, hopelijk met de voorbeschouwing op de finalen van zondag. We gaan het meemaken. Graag tot de volgende.